Wat gaat er de komende seizoenen gebeuren in Fortnite? Nou ja, afgelopen weekend vrijdag is de complete roadmap van dit jaar gelekt van Fortnite. En dan hebben we het niet alleen over Battle Royale, maar ook over Festival, Rocket Lazing, wil ik zeggen. Ik wil Lego en Racing tegelijk zeggen. Oftewel Rocket Lazing. Is gelekt en nu lekken er wel vaker dingen. En nu wordt er wel vaker dingen gewoon nagemaakt. Maar dit was een lek op 4chan. En iedereen heeft er met vergrootglas boven gehangen. En dit lijkt toch wel legit, Jacco? Ja. Ja, 4chan weet je sowieso nooit. Maar als je dit plaatje zo bekijkt, dan lijkt het inderdaad een soort van interne roadmap te zijn van Epic Games voor wat je alles in Fortnite kan verwachten komende jaar. Per maand, per game ook. En jij zegt dat die wel legit is, toch? Nou ja, ik weet het ook niet zeker. Niemand weet het 100% zeker. Ja, ja. En hier gaan we nooit confirmatie op krijgen, want Epic gaat natuurlijk niet zeggen van ja, deze lek is echt. Maar als we kijken naar wat er geteased wordt, wat Fortnite en wat Epic zelf aan het teasen is, of wat er zit aan te komen, dat komt dan wel weer overheen met deze roadmap. Want Lego is nu aan het teasen dat ze meer het boerderijleven aan het teasen zijn. Je ziet nu dingetjes voorbij komen op hun socials dat je een varkentje kan aaien en dat je een schaapje kan aaien. Nou, als je inzoomt op dit plaatje, zie je ongeveer dat. Er wordt ook geteased naar een samenwerking voor Fortnite Festival met Billie Eilish. Ja. We zien al plaatjes voorbij komen met de felle groene kleuren die je ook vaak voorbij ziet komen in de styling van Billie Eilish. En het is ook niet zo gek, want Billie Eilish komt binnenkort met een nieuw album. Precies, dus als je dit op de juiste doelgroep wil gaan pushen, dan is dit de juiste samenwerking. En als we dan kijken naar wat er nog meer aan zit te komen. Nou, het is natuurlijk 4 mei is het voor ons dode herdenking, maar wereldwijd is het dan Star Wars Celebration. The Fort, May the Fort be with you. Yes. Dat wordt sowieso standaard al wel gevierd in Fortnite. Maar nu heeft Disney natuurlijk onlangs een belang genomen in Epic Games. Dat wil zeggen dat ze gewoon flink een sloot aan aandelen hebben gekocht. Dus de samenwerking tussen Disney en Epic, oftewel Fortnite, zal de komende maanden, jaren alleen maar groter en sterker worden. Ja. Dus ze gaan de franchises van Disney meer pushen. Dus wat al was gelekt was sowieso een samenwerking tussen Star Wars en Fortnite in de Battle Royale. En officieel geteased ook dat er iets aankwam. Ja. Dus dat is ook al een soort van bevestigd. Maar inderdaad veel Star Wars, maar ook nog meer Marvel. Dit was een... Rustig aan, maar ze zien nou een complete Star Destroyer boven de Lego wereld hangen. Dat is wel echt wel heel sick. En, dat is heel sick. Er was ook nog een nieuwe afbeelding was weer gelekt. Daar zien we een soort van droid à la C-3PO. Dan wel een donkerblauwe, dus ik weet niet of het C-3PO is. En verschillende stormtroopers zagen daar voorbij komen. Allemaal personages uit de wereld van Star Wars. Alleen dan in Lego vorm. En dat is best wel exciting natuurlijk. Maar wat we dan ook nog zien als we het houden bij Lego. We zien de Clombo weer terugkomen. Dat is een hele grote stampdinosaurus. Die was een aantal seizoenen geleden of chapters geleden ook al in Fortnite. Een hele grote paarse stampdraak. Ah. En die zie je hier ook terugkomen in de wereld van Lego Fortnite. Maar ik denk dat de meeste mensen toch nog wel de Battle Royale versie spelen. Ja. En we zijn bezig met een Avatar mini-event. Die zal dan opgevolgd worden door blijkbaar een Star Wars mini-event. En dan gaan we op 24 mei gaan we alweer over op het volgende seizoen. We zitten nu in chapter 5, seizoen 2. Dan gaan we naar seizoen 3. Ja. En als we deze afbeelding bekijken, dan lijkt het een apocalyptisch thema. En als we dan kijken een beetje naar de storytelling, waar dit verhaal nu naartoe gaat, dan zou dat wel eens de juiste richting kunnen zijn. Maar dan wordt de map ook weer een apocalyps thema. Ja, we zien hier een hoop zand op die afbeelding. Ja, ja, ja. Dus dan kun je ook weer een verandering in de map verwachten natuurlijk. Vaak passen ze in een chapter gewoon een klein gedeelte van de map aan. Oh, en wat er aankomt is natuurlijk Furiosa, Mad Max film. Ja, en daar lijkt het inderdaad ook op, want ik zie een soort van trein, ik zie voertuigen. Ja. Dus het lijkt erop dat we rond gaan racen op de map, wat ook wel weer een vette verandering van setting is. Ja, zeker. En dat doet Fortnite altijd wel heel erg goed. Weet je, er valt heel veel te zeggen over die game. Heel veel mensen, het wordt alleen maar gespeeld door kids. Ik heb nieuws voor je, dat is niet zo. Nee. Maar wat ze heel goed doen is natuurlijk gewoon elke paar maanden een compleet nieuwe setting bouwen. Nieuwe verhaallijn, nieuwe wapens, nieuwe personages erin. Dat doen ze echt heel erg sterk. En apocalypse thema wat eraan zit te komen. En we zien daar ook een tease naar Pirates of the Caribbean. Ja. Dus je kan dan skins verwachten van uit die filmserie. Natuurlijk ook van Disney. Ja. En na dit seizoen, in augustus, kunnen we dan in de Battle Royale waarschijnlijk weer aan de slag met Marvel. Ja, ik zit te denken, je hebt Deadpool en Wolverine natuurlijk. Die komt iets daarvoor in de zomer. Maar dat is dan weer niet Disney. Juni.
Is dat Disney? Ja, ja, zeker. Ja? Ja, ja, dat is nu ook van Disney. Dus ik weet niet wat het wordt. Het is een plaatje van een comic cover van Fantastic Four. Fantastic Four, de film, die komt later pas, volgend jaar waarschijnlijk. Ja, 25. Dus wat het precies van Marvel gaat zijn, weten we niet. Dit was ook de reden dat sommige mensen zeiden dat deze leak niet echt was, omdat het dus een bestaande afbeelding is. Maar ja, het is natuurlijk, wat is het, augustus 2024... Misschien hebben ze nog geen art gemaakt, waarschijnlijk. Dus, ja, dit is een bestaande cover van Alex Ross. Dat is de tekenaar van deze plaat. Die zijn we al een keer eerder tegengekomen. Het cover van de Fantastic Four, inderdaad. En wat jij zegt, het kan zijn dat ze gewoon nog een key art, of dat die nog niet af is. En dat ze willekeurige Marvel afbeelding hebben gepakt. Ja. Maar het belangrijkste, Jacco. Vorig jaar denk ik het grootste succes binnen Fortnite. Ja. Was Fortnite OG. Echt, heel veel mensen die hun aandacht waren verloren bij die game, gingen toch weer even kijken. Want ja, dit is wat ze in het begindagen allemaal aan het spelen waren. We gingen terug naar chapter 1 van Fortnite. En Fortnite zelf, oftewel Epic Games, heeft al gezegd van hey, 2024 gaat OG gaat terugkomen. Ja. Over het hoe, wat en wanneer wisten we nog niet. Maar op deze roadmap staat ongeveer half oktober, november. En dan OG en dan in chapter 1. Maar we gaan naar chapter 2 en dan seizoen 1, 2 en 3. En heel veel mensen zullen dan zeggen, ja, dat is toch niet OG? Klopt, maar nee, het is toch wel weer een soort 2. Van OG, ja. En het is een beetje dezelfde tijdlijn als vorig jaar. Want toen zaten we ook een beetje zo eind oktober, november. Ja. En dan in december zou chapter 6 komen. En dan krijgen we weer een grote reset. Ja, dan krijgen we een compleet nieuwe map. Want dan is weer een chapter voorbij. En dan wordt het weer waarschijnlijk een evenement met toeters en bellen. Dus dat is wat je een beetje kan verwachten van Lego, van Fortnite Battle Royale. Maar natuurlijk heb je ook nog Festival. Daar staan ook wat mooie samenwerkingen op. Billie Eilish noemden we net al. We hebben Metallica, staat ook nog in de pijplijn. Carol G en Snoop Dogg. En dan hebben we ook nog Rocket Racing. Speel je dat, Rocket Racing? Nee, eigenlijk niet. Ik ook niet, echt. Maar nee, volgens mij zijn mensen er ook een beetje lauw op. Maar er zouden dan, neem ik aan, nieuwe maps naartoe komen. Zoals nieuwe maps, maar ook met verschillende thema's. En die gaan dan hand in hand een beetje met wat er gebeurt in Battle Royale met Lego. En dus Rocket League, waar je nu ook skins van deelt. Ja. Dus ja, flinke planning wel. En Sick is een beetje de standaard geworden voor Fortnite. Lijkt me zo, want ja, we zijn een beetje echt gewend aan geraakt. Maar als je dit zo bekijkt, is het eigenlijk crazy wat ze weer verplannen. Ja, maar ook, weet je, op dinsdag doen ze altijd vaak een kleine update. Maar ook dan krijg je gewoon weer vaak gewoon uit het niets nieuwe wapens, nieuwe skins. En ineens komt er weer een mini-event komt er langs. Dus ze proberen met alles die game levend te houden. En wat mij betreft lukt ze dat echt heel erg goed. Want de aandacht zit er altijd weer volop als er iets nieuws komen. En dit is natuurlijk een leak geweest. We weten niet zeker of het echt is, maar het lijkt legit. Ja. En wij houden het allemaal voor je in de gaten. En wil je op de hoogte blijven met alles over deze game, ja, is eigenlijk maar één plek wat je in de gaten hoeft te houden. Dat is deze plek. Hier. Ja.